Zdeněk Stibar. Vorig jaar zaten we in Kalpen en toen zei je van ik wil een klassieker winnen in 2016. Dat is niet echt gelukt. Teleurstellend voor jezelf? Ja, zeker. Ik denk ik was op hele goede weg. Ik was wel tweede in Strade, Strade Bianca. En dat was wel spijtig. En nadien tijdens Tirreno, ik heb een virus gehad. En nadien de voorjaren kwam niet meer goed. En dus ja, dat was wel spijtig. En ik hoop dat dit jaar ik blijf gezond. En dan ga ik hopen dat het zal lukken. Het is eigenlijk voor de eerste keer geweest dat je een beetje tegenslag had. Hè? De laatste jaren ging het alleen maar omhoog, progressie geboekt. Nou heb je dit jaar, afgelopen jaar te maken gehad met wat, ja, met wat pech eigenlijk. Ja, is het lastig om mee om te gaan? Op het begin wel, want ik wist niet wat is aan de hand. Want ik dacht altijd dat zo vermoeidheid van de koers of ik heb gevallen in San Remo, ik heb plat gereden in Harlebeke. Dus dat was wel zo, altijd zo'n combinatie. En ik had niet zo de 100% gevoel dat, dat alles is in orde is met het lichaam. En dan dat was bewijzen op de bloeduitslag dat ik gewoon ik had virus hele voorjaar eigenlijk. En dan was ik een beetje gerust dat ik wist tenminste de rijden waarom. Nu ben je helemaal gezond. Hoe sta je er nu eigenlijk voor aan het begin van een nieuw seizoen? Ik denk heel goed. Ik denk dat de voorbereiding tot nu toe verliep heel goed. Ik ga hier kloppen, want het kan morgen veranderen. Ja. Dus ik hoop het niet. Ik hoop het zal zo goed doorgaan. En ja, is bijna, we beginnen bijna koersen terug, dus is altijd ook. Vorig jaar konden jullie met de ploeg geen klassieker winnen in het voorjaar. Dat is dit jaar wel het doel. Welke ligt jou het beste, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Goh, ik denk op uitslagen te zien Parijs-Roubaix. Maar ik denk voor mijn profiel van coureur, ik denk toch ook Ronde van Vlaanderen. Maar zo Harlebeke, Strade Bianca, omloop, dat zijn ook alle hele mooie koersen. Dus ik denk de helft voorjaar moet me liggen. Ja. Het zijn de laatste 3 maanden van Tom Bonen als renner. Denk je dat dat nog wat gaat veranderen aan jullie koerstactiek of speelt dat geen enkele rol? Ik denk het niet. Ik denk waarschijnlijk alleen in Parijs-Roubaix. Als dat gaat echt zijn laatste koers zijn, dan ik denk is duidelijk. Ik heb echt geen stress voor. Ik denk, we hebben elke jaar zoals dat gekoerst. En dit jaar gaan we dat gewoon blijven houden. Ja, je hebt het net over Parijs-Roubaix. Denk je dat dan inderdaad dat sentiment dat Bonus stopt, dat meespeelt in zo'n koers? Als jullie allemaal van voren zitten op het lat? Ja, absoluut. Ik denk dat zal stom zijn voor hem niet te helpen voor de record. En ik denk dat gaat voor ons super tof zijn als hij kan winnen en dan de carrière stoppen. Ik denk dat gaat echt emotionele moment zijn.